Hallo. Start de video. Hij is gestart. Kijk wat ik heb. Wat is dit? Een ballon. En Ryan. Ik ga helemaal hem. Wat krijgen we? Een zwaard. Ik heb een zwaard. Let's go. Oh, ik heb echt een zwaard. Wow. Hoe lang is de laatste keer dat we dit gedaan hebben? Want de vorige keer waren de opnames verwijderd. Maar de vorige keer, dat was... Was dat vorig jaar alweer? Ik weet niet meer hoe tijd werkt. In de tussentijd is wel echt heel veel gebeurd. Ik heb dus ook een nieuw YouTube-kanaaltje en zo, hè. Ik heb 4 bijlen gemaakt. Je hebt een gamerkanaal. Ja, een echte gamer. Daar ga ik op abonneren. Ik kan het. Ik ga dood, denk ik. Oh, shit. Oh, en appelkaas was killed. Oh. Ik zie nou, maar ik heb dus sinds kort dus ook TikTok eindelijk. Dus dan kan ik eindelijk al jouw dingen zien. Ik denk dat je spijt gaat krijgen. Ja, ik heb het. Ja, ben je eens. TikTok is echt het vreemdste platform ooit. Mijn experiment met TikTok was dus van, yo, wat als ik een streep upload? En wow, dat ik dat alleen maar doe. En het kreeg echt, weet ik veel, hoeveel views, echt 20.000 of zo. En ik heb echt, weet ik veel, 5.000 likes of zo. Ik zweer dat algoritme is echt beter dan alles ooit. Ja, precies. Het is gewoon een stroobrug. Stroobrug. Oh, wacht, we gaan even iets mooi craften. Crafting tijd met Rian, man. Oh, ze gaat dood. Red ze! Nee! Je vermoordt hem, nee! Oh, want dat is niet redden. Dat is niet hoe redden werkt. Oh. De eerste keer dat we opnamen had ik koffie en kastjes, volgens mij. De tweede keer dat we opnamen had ik koffie en... wat had ik ook nog? Ik had nog iets anders. Koffie en vruchtensap of zo. Maar vandaag heb ik speciaal uit Japan. Dit is geen grap. Ik heb Pokémon Peach Flavor Meowth drinken. Is dat niet basically gewoon Meowth plas? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb het nog niet geprobeerd. We gaan het zo live proberen hier in de video. Wat niet live is. Je drinkt kattenpis. Ik heb gewoon lekker een glaasje water. Niet jij die gewoon koffie drinkt en daarna gewoon lekker een slok prik drinkt. Ja, de combinatie. Wacht. Oeh, zo. En nu? Ik hoorde de koffie en ik hoorde de sap. Nou ja, nee, dat was eigenlijk water. Dat heb ik ook nog. Dat was de plot twist. Ik heb ook nog water. Je bent nog maar over met één iemand. Besef je dat? Waar is hij? Oh, kijk die aardige man aan. Oh, daar is hij! Wow, weg. Kijk wat hij doet. Hij gooit TNT. Nee! Niet varken! Niet Varko. Varko Polo. Nee, hij heeft nog 2 hartjes! Hij is bijna dood. Ja! What the fuck? Kijk even dat blikje openmaken. Kijk of je het kan horen. Wacht. What the fuck? Ik ga het proberen. Wacht even. Oké. Oké, dit smaakt net alsof je een roos consumeert. Gewoon een letterlijke bloem, alsof je zo... een shampoo! Dit is zo goor! Misschien is het shampoo! Wacht, fuck. Als je ooit Meowth ziet pissen of zo, niet opdrinken. Niet opdrinken. Hoe moet ik vliegen? Ja, slash fly. Ja. Wajo! Kijk eens aan! Lol, ik zie nu pas dat Henry Land... Herny Land! Is hij populair? Holy shit. Gekke YouTubers. Ja, ik ga gewoon precies dat bericht overtypen. Gekke YouTubers. Ik haat dit. Zo'n guy heet Dassen en zegt no one knows you. Dus ik zeg, ah ja, Dassen, mijn favoriete YouTuber. Ik zie het. Als iemand een kill maakt, dan gaan we gewoon elke keer epics gewoon. Bij iedere kill, maakt niet uit van wie. Een hete aardappel. Ik heb een kat! En wat heb je, een kop? Een kist. Maar ik denk dat die gaat ontploffen. Oh shit, ik trap hem erin. Oh nee, misleiding. Oh nee, hè. Ik sta echt in paniek te rennen. Jee, maar kan dat een meteoren dingen even ophouden? Nee, beter ben je niet dood. Kak! Epic. waar is... Epic. Nou, ik... Nee, kak, ik val ook dood! Nee! Hoezo die slimes? Wie doet die slimes de hele tijd? Dat zijn de echte haters. Vergeet de mensen die je uitschelden in de comments. Echte haters zijn de mensen die slimes gooien op je eiland, gast. Ik maak een kill. Nee, ik ga dood. Nee. Ja. Oh, de kills. Ik ga nu naar het midden, gewoon nu, straight up. Nee, kok! Oké, wacht, ik leef nog. Kok.
Ja, ik had het over mijn nieuwe kookkanaal. Coke! Kookvlogs met Ryan. Yo, what up guys? Vandaag gaan we een brood bakken. Ja, oké, al staat in de fik. Ik zou heel graag, als ik zeg maar de mogelijkheid heb, met de dingen die ik daarvoor nodig heb natuurlijk, om like met bepaalde mensen, of het nou YouTubers zijn of vrienden, dat kan me echt niet schelen, om zeg maar like een kookwedstrijd te houden, zoals fucking Masterchef, en gewoon ergens een keuken te huren. Dat je like ook echt een grote keuken hebt, dat lijkt me zo grappig. En dan gewoon dat alles echt in de fik vliegt en zo. Ja, dat soort dingen. Maar ook echt van die stomme, dat ze dat wel echt een moeilijk gerecht gaan geven. Kreeft met, dat je gewoon ineens dat je ineens een kreeft moet gaan bakken. Oh ja, ja, en dat een iemand zijn vingers dan afgehakt worden door die kreeft natuurlijk. Ik help je! Ik help je! Ik help je! Oh, sorry. Oh, ik help je! Epic. We believe in you, zegt. Dat zegt hij tegen jou, hè? Thanks, gast. Ik heb samen met Jesse, dan neem ik altijd, de titel is dan agressie met Jesse. Wat gaat dat bij ons zijn? Weet niet, maar is dit agressie? Dit is Japans met Ryans. Nee, oh, gif. Maar dat rijdt niet. Japans met Ryans wel. Maaien met Ryan. Woe! Ryan. Ja, maar ik ben dood gewoon. Ja, dit, ik Ryan. Doen. Ik was zo low. Nou, nu wordt de video verwijderd. Schieten met Ryan. Opzettelijk de video. Wat? Verwijderen? ik zit echt met mijn mind ergens anders terwijl jij bezig bent. Ik zo van, yo, ik win bijna! Maar is het nou Mayan of Zion? Minecraft speel je met Henry Danger. Dan wordt het serieus als dat mensen zoeken op Henry Danger en dan willen ze mij vinden. Maar ja, dat werkt dan niet. Oh, winst Ryan met Ryan. Wow! Ik ga letterlijk op Rijn.nl. Wat ga je doen? Ben je dood al? Nee. Oh, oké. Ja, ik doe gewoon high risk. Ja, high risk en natuurlijk mega reward. Als dat je lukt om een titel te krijgen. Ik zoek op Rijmen of Ryan. Maar er staat frituurpan. Wat? Oh, Ryan frituurpan. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Frituren met Ryan. Oh! A blaze! Rozen drinken met Rosina. Drinken. Nee. Ik maak Henry Land bekend. Oh, wat? Oh, in deze video zie ik hoe ik Henry Land verbrand. En dan, oh, dan berap. Oh. In deze video schud ik geen hand met Henry Land. Shit, wat niet? Ah, what the fuck? Kom uit mijn bed. Ik lach iemand uit. Zijn been is gebroken. Dat maakt er niks uit. Was op mijn snowballs! Nee, kijk! Oh, het werkte! Kijk de vriendelijke man aan. Oh, nee. Hij is niet heel vriendelijk, sorry. Hoezo? Ze zijn vriendelijk! Oh, er zat helemaal niks in! Ik heb laatst echt een half uur lang gewoon een video zitten kijken van Team Umizoomi Surprise Egg Opening. Die guy was zo overhyped. Oh my god! Is dit iets in? Dit is gewoon een normaal varken. Huh? Huh? Zo. Huh? Dat is geen normaal varken. Hoppakee, weer een win. Another one. Ik ben een echte pro-gamer, dat zie je aan mij. Ik begin niet goed in te worden, dit is niet hoe het werkt. Ah! Nou, als je de YouTuber rank hebt, dan ben je eigenlijk instant goed. Zo werkt dat. Ja, ja, ja. Dat klopt inderdaad. Dat merkte ik meteen. Zit jij aan de drugs? Ja! Nee. Wat was dat, een kazoo? Nee, dat is een mooie klassieke dwarsfluit. Ik denk dat is een kazoo inderdaad. Dat is een dwarsfluit! Oh shit, wat gebeurt... Pindakees komt voor je nek. Oh nee. Nee. Hij heeft me gekild. Zo, de audacity. Epic. Laten we alle dingen, al onze mankracht focussen op het vernietigen van Pindakees. Nee, niet weer een blaze. Echt, ga je moeder pesten. Nee! Ik word helemaal moe van mensen die mij vermoorden. Ah! Ik ben echt veel te tryhard geworden hierin. Ik ben goed geworden. Nee, dit kan niet. Het is tegen de natuurwet in. Waar ben je? Nou ja, op die ene plek. Maar niet die andere. Ik ga mezelf dan een andere YouTuber noemen. Kalfijn 5. Kalfijn 5. Nee, dat is zielig. Kijk, per ongeluk Kalfijn en dan gaat hij me pesten. Lek, dat is jouw grootste angst ook gewoon, dat Kalfijn 5 je gaat pesten. Nee, niet Kalfijn 5. Maar wie is dan Kalfijn 4? Ja, dat is wel een goeie. Dat moet geheim gehouden worden. Het is een soort van geheime organisatie. Nee. Nou ja,
zeg. Oh, ik heb hem gekold. Gekild, bedoel ik. Inbreken in verlaten kluis. Waarom bouwt hij blokken? Wat doet hij? Hij is een pro. Wat doe jij? Ja, ik ben afgestoten door die draak. Oh, dit is een scam. Oh my god. Dit is een scam. Smerigste geluid ooit. Ik hoop echt niet dat ik boos word als ik dat terugluister. Waarom weet jij dat? Minecraft is mijn infuus. Ja, ik heb het sharpness. Ik heb sharpness op mijn zwaard. Alexa, speel Alexa. Brum, aflevering 5. Of... Misschien ben jij wel een catfish. Ja, ik kan mijn voice change even uitzetten. Wacht. Hallo. Hoi, Rosina. Oh my god. Dit is mijn echte stem. Bij deze, dit is de eerste keer dat ik het reveal. Kill! 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 Nee! Kill! Wat heb je nog? Ja, natuurlijk. Wat heb je in je mond gestopt? Kiwi! Ja, ik weet niet, kiwis doen altijd pijn aan mijn tong en zo. Ja, nou, dat is bij deze niet. Er zijn in ieder geval golden kiwis. Ah, golden kiwis. Daarom zijn ze zo duur. Je kan thuis zo'n armor stand kan je gewoon slopen en dan pak je in één keer alles op. Ja, ik doe graag moeite. Ja, jij bent daar te goed voor, dat snap ik heel goed. Oh! Wat moet ik doen? Ik raak die paniek. Ik gooi de aardappelen. Oké, ik denk dat we nog wel een potje kunnen doen. Ah, joh. Oké, speedrun. Speedrun. Cue de speedrun muziek. Speedrun. Speedrun. Go! Speedrun. Vitrus patetrus. Wow, ik wist niet dat jij Frans was. Hé, hey, what the fuck? Normaal doen is ook een optie. Nee. Ik heb je nog niet één keer gezien, volgens mij ook. Hetzelfde als bij al die andere freaking afleveringen. We hebben elkaar nooit gezien. Ah, Frocko's. Oh! Nee, oh kut, ik stuur die ding op jou af! Wat? Sorry! Nee! Ah! Je zet me in de fik! Ja, sorry! Nee! Sorry! Dit is de eerste keer dat we elkaar hebben gezien, what the fuck? En ik steek je meteen in de fik, nou! Ik zie een kat! Ja, hier, dat is Henryland. Die moet in brand. Nee, hij slacht mijn hond! Mijn hond! We pakken hem! Schiet hem! Ja! Oh, wat lullig. Nah. Oh nee, dit is zo naar. Nee, mijn camera doet... Mijn camera ging dicht. Oh. Hij ging dicht. Deze man doet echt raar. Oh! Oh! Hij heeft gewonnen! Kaboom! Cameraloos potje, yeah! Oh ja, dit is zo cool. Kijk, ik heb er ook één. Yay! Jachtgeweerboog. Niet zomaar een boog, maar een jachtgeweerboog. Mijn leven is de grootste grap op aarde. Je moet echt bij K3. Doe die inzending. Ik ga een cover maken op Afrika tot in Amerika. En op het einde zing je Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. En dan heb je gewoon iedereen gerickrolled. Inclusief Studio 100, die waarschijnlijk die video kijkt. Dit is niet passant met Henryland. Oh, niet passant. Henryland in brand. Achter je. Heel veel beesten. Ja, zie je. Daar zie je dat staan. Heel veel. Nee, doe je? De fall damage. Hi. Yes. Ja! Oh, ik ben zo klaar met het spel. Ik ben echt klaar. Als je er nou vanaf bent gevallen, hè? Epic. Ja, wat doe ik dan met de merch? Ik heb niet eens mijn merch aangedaan voor de video. Ja, ik heb het wel aangedaan, maar ja, dat zie je natuurlijk niet. Wat heb je aan dan? Ja, jouw merch. Oh ja? Staat erop dan? Appelkaas. Maar wel met zo'n soort van... die graffiti heb ik. Oh, je hebt echt merch? Nee, ja! Kat, lasagna kat. Lasagna kat! Oh! Heb je weer niet gewonnen? Dat is dan je kat. Ik ben helemaal klaar. Oh my god! Aqua leggings! Yo! Yo! Dit is zo cool! Jemig! Ik ga ook een openen. Oh! Wow, een schild! Hij is ook blauw!